Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar deze nieuwe update video. Vandaag hebben we een hele korte update video. En ik zie dat de hele tijd mijn webcam voor die dingetjes hangt. Jullie zien het niet eens. Dus dat ga ik veranderen. Die zet ik dan hier of zo. En nu zien jullie het wel. Alleen webcam is dan super groot. Maar niet uit. Ik had vorige keer had ik er iets van 4K, maar dat hebben jullie niet gezien. Maar ik heb die katje of dat kippie wel gekocht. Ik heb ze nu allemaal. En dat vind ik wel grappig. Deze heb ik al. Heb ik al gekocht. En die wat hier zaten heb ik al. Dus ja, dat hoef ik dat niet meer te doen. En ja, dat is best wel grappig. Dus ik denk dat ik bij Star Stable mijn webcam zo laat. Omdat je dan alles gewoon kan zien. Hoop ik. Dus ja. Yeah. Even kijken. We gaan dan eventjes naar de missie toe. Ik weet niet of je als ik taal klik. Ja, dan zien jullie bijna niet. Maar dat is niet erg. Oh, ik zag zo'n diertje. Is dat een ezel? Ja, dat is een ezel. Die ga ik dan zo. Weet niet, maar we moeten nog eventjes naar Scott toe. En mijn kat gaat heel vet uit. Daar word ik echt een beetje gestoord van. Maar goed. Dus ik heb ook heel veel dingen nu gelezen of zo. Niet echt alles. Dus het is een nieuwe reis. Dan iets dergelijks. Ik heb deze al verdooid al best wel lang. Eigenlijk. Die donderdag toen ik geen film met jullie. In plaats van woensdag. En toen had ik hem opeens vertooid. Ik wist niet hoeveel ik nog moest. Ik bleef maar van die kistjes zoeken. En ja, toen was ik opeens klaar. Dus ja, ik heb die nu klaar. Dus dat kunnen jullie nu zien. Ja, tuurlijk, want ik heb ook een missie. Volgens mij is het dit. Ja, dan krijg je iets. Ja, dat wist ik nog. Ja. Dat gaan we gewoon lekker doen. Ik ben gewoon helemaal prima. Dus ik ga ook heel wat dingen vertellen en zo. Ja, dat ga ik even dit doen. Anders word ik er helemaal gek van. Bewijs dat je geheimzinnige Jackal Loop echt bestaat. Wat? Hè? Huh? Oké. Okay. Het zal wel goed zijn. In dat juni. Oké, ik vind het allemaal wel prima aan doen. Oh, je krijgt niks. Wacht, wat is dit? Haasje Huppel. Wat moet ik daarmee? Is het een konijntje? Met horens. Ja, ik kon niet goed zien, want mijn scherm is zo groot. Dus ik kan het niet goed zien. Oh, wat? Wat is dit? Wat moet ik hiermee? Kan iemand mij vertellen wat ik hiermee moet? Huh? Wat is dit allemaal? Wat is dit? Oh, je kunt gewoon rijden. Wat gebeurt hier? Kan iemand mij vertellen? Ja, dat gaat niet. Ik ben niet live zo. Waar moet ik heen? Trouwens. Oh, hier moet ik naartoe dus. Jezus. Ik zie zoveel dingen. Deze konijntje. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hoeveel van die kleine moet je eigenlijk pakken dan? Oh wacht, ik ga de verkeerde candy. Hij raakt hem niet eens. Waar moet ik eigenlijk heen? Want het staat zoveel open bij mij dat ik het gewoon niet allemaal niet kan zien. Het is een race, dus. Oh! Oké. Okay. Dan moet ik weer terug naar Scott. Ja, maar hallo. Ja, maar ik snap deze race niet. Heb ik de moeite gedaan voor niks of zo? Oh, ik dacht dat ik ging vallen.
Maar ik heb geen flauw idee wat er gebeurde. Wat was dat allemaal? Ik lag me helemaal dood. Ik snap het niet. En ja, heb ik die wolf ook alweer achterwaand. Nee, maar even serieus. Ik snap er echt helemaal geen hond van. En ik ga even die wolf even wegjagen, hoor. Want dat begint me wel een beetje te veel. Ja joh, nog meer wolven. Alleen die tips wat ik zag, als je hier doorheen loopt en zo. Een of andere reden helpt dat niet zo heel erg bij mij. Oh, nu wel. Oh ja, heb ik weer een nieuwe wolf achter me aan. Oh nee, toch niet. Dat doet het soms wel en dan weer niet zo. Ik weet het ook allemaal niet. Oké, het is een kamp. Ja, dat heb ik niet echt veel zin in. Ja, maar ik weet totaal niet wat er gebeurt. Oh, je kunt deze reeks nog een keer doen. Oh ja, daar kan ik makkelijk eventjes een tunnel doen of zo. Oh, en dan krijg je 150. Ik krijg steeds 150. Leuk. Nou, we gaan toch even lekker dit doen. Ik zie je nu toch liggen. Dus, dit is helemaal fantastisch. Oh. Maar ik snap de hele update niet. Het is heel klein en heel veel dingen. Door mijn hoofd echt zo van pet. Maar ja, ik vind het niet zo heel erg. Maar ik heb niet echt gekeken wat we eigenlijk kregen. Oh, zo'n beetje zo'n mondkapje. Is het eigenlijk meer. Nee, ik had hetzelfde als deze. Sorry. Die moest even eruit. Ik ga deze ook eventjes terugbrengen. Die accepteer ik niet voor dit paar, want die is al klaar. Maar ik zag hem gewoon liggen. Dus ik dacht van, hier ermee. Ik ben klaar ermee. Maar ik heb niet gelezen wat er bij de update stond. Wel een beetje. Ik heb een beetje, oh ja, zo'n nieuwe race en zo. Maar ik heb een beetje alles eruit zitten knippen. En dat allemaal. Maar... Ah, ik krijg gewoon een SP voor je. Dat heb ik niet gelezen. Oh, ik heb het nog geaccepteerd. Oeps. Dat ga ik maar even doen. Voordat ik daar lekker 100 keer accepteer voor niks of zo. Maar ja. Ja, ik wou wel zeggen, maar ik ben zo kwijt. Dat begint goed. Ik had iets in mijn hoofd en dat wil ik zeggen. En dan doe ik iets en dan ben ik het weer kwijt. Ik weet ook niet waarom. Ik weet niet. Maar goed, dat gaan we gewoon lekker doen. En intussen ga ik eventjes kletsen. Ik ben van plan, of beter gezegd, dat wil ik gaan doen. Zodat ik dan elke dag een video online komt, behalve het weekend. Want dan... ja, misschien kan het ook wel een keertje voorkomen dat er gewoon iets anders komt in de plaats. En dat ik ook weer eens live ga. En het is eigenlijk zo van, ik ga woensdag, blijf gewoon hetzelfde. Blijf gewoon updates online komen van Stelsteam. Dat gewoon ja, de vaste prik is van Stelsteam. Dus dan is voor mij ook best wel makkelijk. En dan maandag tot en met vrijdag zo'n beetje. Ga ik een andere game filmen, zoals wat ik nu doe, dan op een zaterdag, maar dan ga ik het elke dag. Komt dan, ik zeg maar maandag komt Animal Crossing, ik zeg maar wat. En het blijft elke keer op maandag Animal Crossing komen. En op dinsdag, ik zeg maar wat, komt Luigi's Mansion online. En elke keer op dinsdag en woensdag op elke keer een update video van Stelsteam. Ja, maar die films wat elke dag komen, ja, die plan ik alvast in. Dus dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Elke dag is er wel een video. En soms komt ook een video online in een weekend. Omdat ik dat wel gewend ben dat er in een weekend online komt. Dat is eigenlijk mijn bedoeling. Alleen ik heb nog geen idee wat ik met mijn intro moet. Ik weet het gewoon nog steeds niet. En het is een beetje moeilijk om het goed te bedenken. Mijn video's maken is makkelijk. Of een game.
of wat dan ook. Maar alleen een intro maken is toch een beetje... Maar ik ben van plan om een intro te maken. Ik heb geen idee hoe en wat ik ga gebruiken. Dus dat is echt het probleem. Dus elke dag komt eraan. Ik weet niet wanneer het begint. Dus die video wat zaterdag online is gekomen, komt niet meer op zaterdag. Dus dat weten jullie dat alvast. Het komt nu op een andere dag. En het kan ook zijn dat ik een beetje leuke game zie, dat ik dat ook ga doen. Maar dan komt hij dan op een dag die vrij is. En wat ik nog meer zeggen is, als jullie leuke games weten, die ik natuurlijk ook heb nu op een moment, dan ga ik die zeker doen. Jullie ideeën zijn hartelijk welkom en ik zie daar aan veulen. Dus laat me gewoon weten of een video jullie wilt zien. Mag ik van Star Stable zijn? Jullie idee van, ik zeg maar wat, ga een challenge doen met een champ. Niet dat ik het ga doen, maar gewoon iets dat jullie weten van ja, dat ik dat ga doen natuurlijk. En even denken. Ik had nog iets. Oh ja, dat weet ik weer. En als jullie een ander iets weten over de Sims, mag dat natuurlijk ook nog. Dat mag het allemaal, vind ik helemaal prima. En ik zit weer allemaal te accepteren. Ik krijg het heen en weer van mezelf. Maar ik had gezegd dat ik het niet zou doen. Dus dat weten jullie dat. En verder zou ik niet weten waar ik over moet bollen. Ik denk dat ik het gewoon hierbij ga laten nu. De update video. Ik neem even die daarmee. En dan weten jullie dat. Dus er komt elke dag een video online. Of bijna elke dag, kan ook. Dus dat is voor mij wat leuker. Dan hebben jullie wat iets meer om naar te kijken. Dus komt alleen maar woensdag komt een video. En zaterdag. En ik vind dat gewoon een beetje weinig. En ik wil wat meer mensen naar me toe trekken. Nee, of zo grappig. Nee, ik wil gewoon meer content maken dan alleen maar twee keer. Ik ben een beetje zat. Dus dat is eigenlijk wat ik wil doen. En als mensen negatief zijn erover, die hebben wat pech. Dat is mijn idee. En als jullie zeggen van ja, het is niet te druk voor je. Nee, want ik plan het in. Dus dat is helemaal niet te druk. Ik plan het gewoon, ik zou maar zeggen, 2 weken, 3 weken in. En dan heb ik genoeg tijd om video's te kunnen maken. Als een keertje video niet online komt, ja, dan ben ik het soms vergeten. Of ik moet er nog even aan wennen tot elke dag een video online komt. Dus dat is eigenlijk mijn planning voor de komende maanden. Jullie ideeën zijn hartelijk welkom. Als jullie bepaalde namen weten, is dat ook allemaal prima. Het hoeft niet per se over een game te zijn, maar ook over bepaalde namen. Of over één game mag het ook over zijn. Het maakt me echt helemaal niks uit. Jullie ideeën zijn ook hartelijk welkom. En ik ga die even doen en dan sluit ik echt de video af. En dan ga ik nog even bespreken wat volgende week komt. En dan vind ik het wel goed. En Wolf, sorry me treffen. Dank je. Ik hoop dat ik die goudklompjes best wel veel ga halen. Want ik wil gewoon 9k halen. Maar ik weet dat het dat niet gaat werken. Dus dat gaat helemaal leuk worden. Jullie kennen me onderhand wel. Ik ga dat toch doen. Ook al haal ik mijn 800k of 800. 8k. Ja joh, 800k natuurlijk. In nog een weekje. Dat gaan we echt niet lukken. Dus dit is wat ik wil gaan doen. En ik ga nu even kijken wat volgende week komt. En volgende week komt weer de Regenboogfestival. Denk dat ik het goed heb. Want ja, wat zou anders over regenbogen zijn? En ik hoop wel dat het weer niet is dat je weer die fragmenten moet gaan zoeken. Want ik ben het echt helemaal beu. Het is niet heel erg dat je dat moet doen. Alleen het begint wel op het laatste moment te vervelen. Want het is gewoon te veel. En dan heb je nog, dit moet je gaan halen, dat moet je gaan halen. En dat kan ik dus niet. En dat is gewoon een beetje stom. Maar ik probeer het als het weer is. Maar ja, dit was dan het einde van deze video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En ik hoop dat jullie ook leuk vinden wat mijn ideeën nu zijn. En ja, tot de volgende keer. Bye bye.